Hier ziet u een ongeval in Sassenheim in 1924. Toen de stoomlocomotief ontspoorde en kantelde ter hoogte van de Molenstraat. En doordat de koppelstangen gebroken waren, bleven de rijtuigen gelukkig recht overeind op de rail staan. In de krant stond toen dat het ongeval waarschijnlijk te wijten was aan kwaadwilligheid en dat er een bout van het wissel losgedraaid was. Over dit feit is een levendige discussie geweest op internet over de juiste plaats waar het gebeurd was. Want veel mensen waren het er niet mee eens dat het hier in Sassenheim was. Ook de heer Langeveld van de Stichting Oud Sassenheim is toen benaderd voor informatie. En die heeft in november 2005 contact opgenomen met de toen 97-jarige heer Westerhoven. En die kon zich het ongeval nog herinneren. En het is werkelijk aan Sassenheim Noord. Iets voorbij de Molenstraat aan de westzijde van de weg. Daar waren toen op de achtergrond nog geen huizen gebouwd. Ook wist de heer Langeveld nog te vertellen dat zijn grootvader in de tijd een dommekracht had uitgeleend. Dat is een zware krik met een slinger om zware gewichten op te kunnen tillen. Die was uitgeleend aan de NZH om die locomotief weer overeind te krijgen. Maar die kregen ze verbogen terug. Dan is hij wel bij de smid geweest en warm gestookt en rechtgebogen. Maar het staal was niet gehard, dus de eerste de beste keer dat hij gebruikt werd, was hij weer krom. Hier zien we massavervoer van schoolkinderen naar de elektriciteitstentoonstelling in Leiden in 1930. Met een speciale lange tram. Er waren 7 rijtuigen van verschillende uitvoering. En in totaal waren er 240 zitplaatsen en 100 staanplaatsen. Maar er waren in totaal 320 kinderen. Dus ze hebben 80 kinderen een staanplaats gehad. En dat zullen waarschijnlijk wel de kinderen uit Sassenheim geweest zijn, want de tram vertrok uit Hillegom. Nu ziet u een kort filmfragment van de stoomtram door Hillegom met bestemming Lisse. En dan ziet u dat vlak voor de tram vaak nog overgestoken wordt. Nu ging die tram in de tijd niet zo gek hard en de mensen waren eraan gewend. Ja, dan nog een keer. Ja. Zie je, die fietser kijkt even opzij, want de tram komt eraan. Het 50-jarig jubileum van de NZH. Al het personeel staat opgesteld voor het remisegebouw in Hillegom. Bij een vorige presentatie sprak ik de kleinzoon van een van deze personeelsleden. En die vertelde mij dat zijn grootouders, het was zijn grootvader die daar werkte, zijn grootouders woonden voor hem op de Zandslootkade. En had zijn grootmoeder de gewoonte om een pannetje warm eten klaar te maken en dat in een theedoek dicht te knopen. En dan ging ze tegen de middag naar de Postbrug, die was toen nog hoger dan die nu is, omdat er meer schepel erdoor gingen. En dan ging dus de stoomtram langzaam tegenop en dan kon ze onder het rijden dat pannetje eten aan de machinist geven. Die zette het op de stoomketel om het warm te houden en zo kreeg zijn grootvader in Hillegom warm eten onder de middag. Hier een stoomlocomotief A12 in de remise in Leiden voor onderhoud. In 1924 heeft de NZH deze locomotief overgenomen van de Haagse stoomtrammaatschappij. Hij had toen nog het nummer 8 en de naam Ooievaar. En hij werd bij de NZH omgedoopt in A12 en heeft van 1924 tot het einde in 1932 door Sassenheim gereden. Daarna is hij in gebruik gekomen bij de Bruinkoolmaatschappij in Hoensbroek tot 1962... Toen ze hem daar niet meer nodig hadden, toen werd hij opgekocht door het personeel van Becker en Roep uit Breda, waar hij gebouwd was. En dat personeel dat kocht hem op als cadeau voor een jubileum van de fabriek. En die zetten het op een betonnen sokkel voor de fabriek als een soort cadeau. En daar heeft hij nog 23 jaar gestaan. En zo zag hij eruit na die 23 jaar buiten gestaan te hebben. En daarna is hij terechtgekomen bij de Haagse tramwegmaatschappij. Die vierde in 1989 een jubileum, het 125 jaar bestaan van de Haagse gele tram. En die hebben hem toen weer opgeknapt en toen heeft hij gereden. En hier ziet u hem dan even een stukje bij dat jubileum van de Haagse tramwegmaatschappij. De mensen die meerijden waren in antieke klederdracht.
Hier ziet u het mechanisme van de stoomlok aan de binnenkant met de meters en dergelijke. De machinist die hem bedienen moet. Stoom uit de pijp. En zo heeft hij daar in 1989 dus een rondje gereden. In 1996 werd hij gekocht door de Stichting tot Behoud van Tramwegmaterieel voor de museumstoomtram Horen-Medeblik. En hier ziet u hem weer naar een volledige restauratie in gebruik bij die museumlijn eigenlijk Horen-Medeblik, waar hij nu regelmatig zijn ritten maakt op de route. Hij is dus nu al 107 jaar oud en nog steeds in gebruik. Hij heeft hier ook weer de uitvoering zoals die gemaakt is in de tijd. De naam Ooievaar en nummer 8. Zo maakte. Hier zien we nog een locomotief, een kleiner model. Een Merriwater locomotief die in Engeland gebouwd is. Die was eerst van de Rotterdamse stoomtrammaatschappij. Later overgegaan naar de Haagse stoomtrammaatschappij. Maar toen nam de NZH de hele Haagse stoomtrammaatschappij over. En toen kwam die dus in handen van de NZH. En die heeft hier van 1909 tot 1932 door Sassenheim heen gereden. En ook deze is behouden gebleven. Want zoals u ziet staat hij hier in helemaal opgeknapte toestand. Weer van de Rotterdamse stoomtrammaatschappij in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Dus die is nog steeds te bezichtigen. En die heeft heel wat jaartjes door Sassenheim heen gereden. Toen de NZH... Hier de laatste dagen van de stoomtram. De masten voor de elektrische bovenleiding zijn al geplaatst. Hier ziet u de A3 te Lisse vierkant met machinist Toon Mooijekind en conducteur Harm Hollander. En wat belangstellende, en dit is eind 1932, dus de laatste periode van de stoomtram. Hier locomotief A3 genoemd Hillegom. Een deel van de locomotief had een naam van de plaats uit de Bollestreek, plus nog een Noord-Holland en een Zuid-Holland. Zo was er ook een Sassenheim, de A6, die in 1881 in Arnhem heeft deelgenomen aan een wedstrijd met een aantal andere locomotieven. Deze gloednieuwe locomotief, een Duits fabrikaat van Hohenzollern, was niet de beste in kwaliteit en kwam als laatste uit de bus. Voor de technische mensen eventueel, het brandstofverbruik was te hoog door het grote roosteroppervlak. En een paar keer waren de lagers warm gelopen. De condensinrichting was onvoldoende en maakte met de injecteurs ontzettend veel lawaai en zo nog meer. Maar de NZH heeft hem verbeterd en opgeknapt en daardoor heeft hij nog tot 1918 hier in de streek gereden. En hier dezelfde weer in Lisse vierkant. 'Smiddags om 12:30. Achter de tram ziet u de winkel van Chemin, waar nog in gouden letters de tekst op stond: biscuit, banket en bonbons. En rechts vooraan is Heda Modehuis, ook heel bekend, ook bij veel mensen uit Sassenheim. Deze locomotief, de A13, de vroegere snip dus, die zou diezelfde nacht met veel vertraging om 13:45 weer passeren voor de allerlaatste rit onder enorme belangstelling. Eigenlijk reden 30 december de stoomlocomotieven voor het laatst en 31 december oudejaarsdag kwam de eerste elektrische tram. Maar de stoomlocomotieven die waren de avond ervoor zo laat, het werd nachtwerk, sommigen kwamen na 3 pas binnen, dus eigenlijk was dat ook al oudejaarsdag. Er was veel belangstelling en daardoor veel oponthoud van de mensen. En zo druk kon het zijn in de bloembollentijd. Dit is een foto uit 1926, een stoomlok met een rij aanhangwagens. Waar het precies is weten we niet, maar het is hier in de Bollestreek, waarschijnlijk in Lisse. Hier afscheid van de stoomtram op oudejaarsdag 1932 bij halte Sassenheim Park. Op de achtergrond ziet u net het punt van Huizen Rusthof boven de tram uitkomen. En voor het postkantoor staat een fietsenrek met reclame, gereedschappen van Gerrit Lascaris. Misschien nog net leesbaar in de rechterhoek. U ziet ook hier hoeveel belangstelling er was om de tram uitgeleide te doen bij zijn laatste rit.